Dit is de gebedsruimte in de nieuwe Younes Emre Moskee, de moskee van Almelo. Sengün Türkeri, voorzitter van de moskee en Nesmedin Dienst, u bent de imam. Jullie zullen wel trots zijn op deze prachtige ruimte. Ja, we zijn trots op onze moskee, op onze stad. Dus echt eervol en trots op Almelo's, hè. Vrijdag is hij in gebruik genomen voor het eerst. Hoe lang heeft u eraan gewerkt? Voordat we de gebruik, drie jaar en drie maanden is het bouw geduurd. En 17 oktober was het een historische dag voor ons. Want in 17 oktober 1974 is onze oude moskee, die nu een museum is, in gebruik genomen. Precies 50 jaar later hebben wij het afscheid moeten nemen. Ja, dat is een heel aparte gevoelens. Je verlaat oude moskee, je neemt nieuwe moskee in gebruik. Dus 18 oktober hebben wij het nieuwe moskee in gebruik genomen, deze moskee. U was de imam toen, u bent al een anderhalf jaar hier in Almelo. Hoe is het om in deze prachtige nieuwe moskee het gebed te mogen doen voor al die mensen? Honderden mensen kunnen erin. Ja, tuurlijk. Ik voel me heel speciaal hierin. Dat ik in een van de mooiste moskeeën in Europa mag dienen, eigenlijk. Hoe belangrijk is dat vrijdaggebed voor moslims? Nou, bij de dagelijkse gebeden is het zo dat, dat het niet verplicht is om naar de moskee te komen. Dus als iemand op werk is of iets belangrijks heeft, dat hij dan op zijn werkplek of thuis mag bidden. Alleen het vrijdaggebed, dat moet in de moskee gebeuren. Dus dat mag niet thuis gebeuren, dat mag niet op werkplaats plaatsvinden eigenlijk. En dat moet in de moskee gebeuren. Daardoor ook dat vrijdaggebeden ook heel druk wordt binnen de moskee. Sengün Türkeri, voorzitter. Vrijdag was er de oproep tot gebed vanaf de minaret. Dat is het gebruik ook in Almelo al tientallen jaren. Het was wel een beetje erg hard geluid vrijdag. Ja, dat hebben wij het ook vernomen. Maar het was de eerste keer gebruik en het was heel hectisch hier. We hadden dat niet onder de controle, maar nu hebben wij het alles onder de controle. Dus dat is wettelijke normen, laat ik het nou zeggen. Iedereen is hier welkom, hè? Iedereen is hier welkom. Iedereen. Wat dan ook, met welke gedachten dan ook. Laat ze maar komen. Koffie staat klaar. En dan kunnen we alles overleggen, praten. Dus, en waar wij het behulpzaam kunnen zijn, dan staan we altijd klaar voor. Zijn er ook Nederlandse mensen, niet-moslims, die hier komen met vragen? Ja, we hebben scholen, verenigingen die hier bezoeken met groot aantal. Ook zijn de jongeren gewoon van de buurt ook welkom. En die komen ook naar onze sociale activiteiten van de jongeren. En na de lezingen is iedereen welkom. En we krijgen hier jaarlijks rond de 4000, 5000. Er zijn veel misverstanden over de islam en ook veel vooroordelen. Merken jullie dat ook? Dat merken wij het ook. Maar zodra mensen hier komen, dat hebben wij heel veel gemerkt. We zijn veel wijzer en gaan ze met heel andere gedachten weer terug. Want daarom hebben we deze moskee ook gebouwd. Gebedsplaats is het ongeveer hetzelfde. Maar we willen hier heel veel workshops, sociaal, cultureel en maatschappelijke activiteiten voeren. Dat we hele gemeenschap Almelo willen we met elkaar verbinden.